Vond het super grappig en vooral ik als nakker vond John de Wolf echt uitmuntend. Ja, ik vond het heel erg leuk om de verhalen van vroeger te horen, de qua jongenstreken. Dus het was heel veel entertainment eigenlijk, ja. Ja, de mooiste anekdoten waren er natuurlijk het aantal dat ze elkaar echt een streek hadden geleverd. Dat was wel heel erg leuk om te horen en inderdaad wat Corina zegt van... Ja, de verhalen. Alsof je dus gewoon een avondje uit bent en je hoort, of op een visite, mensen onder elkaar verhalen vertellen. En de ongedwongen sfeer die daarbij hoorde, dat vond ik wel heel erg leuk. Ja, absoluut. Ja. Ik ben er zelf nog een beetje beduust van. FC de Rebellen in een casino. Het was een gokje, hè? Ja, ik durfde niet all in te gaan, Koert, moet ik eerlijk zeggen. Het is zeker een risico, ja. Maar het was echt geweldig. Hoe nemen ze contact op met jou? www.fcderebellen.nl. Of ja, daar staat alles, telefoonnummer, e-mail. Dus gewoon ons benaderen en wij benaderen jou. Je kunt dus ook nog gewoon ouderwets bellen. Rebellen. Doei.